Hallo lieve unieke mensen. Half één. Borrel op. Ja, planken. Ben ik het ook bijna weer vergeten. De kamer. Even kijken hoe ik dat laat zien. Hopla, hebben ze mooi mijn opgepimpte telefoonleidsnoer decoratief neergehangen hier. Hoepla. Dat ben ik. Tjies. Nou ja. Een hele nette badkamer. Dus ik ben hier zeer content mee. Een hele grote kledingkast. En hier, achter dit gordijn, hebben we een deur. En als we die deur open doen, hebben we daar een open deur. Hopla. Zie je, kamerkantoor, open deur. En als we die van het slot halen, hier een balkonnetje. Dus uitzicht daar over het water. Hartstikke mooi. Heb je vast al een foto van gezien? En ja, tafeltje, stoeltje. En als het dicht is. Is het zelfs ja, te klein om te planken. Het is anderhalf bij anderhalf, denk ik, of zo. Maar ja, dat heb je met die eenpersoonskamers natuurlijk. Jeez. Maar heerlijk. Ik word er echt heel gelukkig van. Ja. Genoeg gehouden, Claudia. We gaan beginnen. Ik ga het nou nog een keer serieus doen. Ja, ik denk niet dat het me net ook lukt deze vakantie. Maar goed. Boek. Oeps. Nou, dan gaat mijn telefoon hier tegen de grond aan. Oei, 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 oei. Wat ga ik maar gaan doen? En hopla. Oh, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Ik heb een schap met een t-shirt. 1, 2... erger verwacht. Is geen meesterscore, echt niet. Maar we gaan gewoon verder. Oktober is nog lang niet afgelopen. Morgen. Na de vlucht thuis denk ik dat het daar hoort. Misschien ergens overdag, ik weet het niet. Maar ik moet jullie nog iets heel leuks laten zien. Even kijken, waar zit die? Oh ja. Al iedere keer als het hier lekker weer is, zitten op de plank hier, zeg maar, van die salamandertjes. Ik weet niet of je hem ziet. Waar is mijn... Ik moet hier komen. Zie je? Dat is een heel klein salamandertje. En die verandert ook echt
Daar. Deze. Die verandert echt van kleur als hij koud of warm wordt. Dus het is eigenlijk een chameleon. Maar ik vind hem wel heel leuk. En het staat echt op You Are Magic. Dus het is echt gewoon heel erg mooi voor deze coaching training die ik hier gevolgd heb. Alles ook voor mijn eigen waarde. Nou. Ik hoop dat je hem goed ziet. Ik zal er nog een plaatje bij doen. En dat was het dan weer voor deze donderdag. Ja. Ik hou het er al 2 weken vol. Toch best trots. Ik wens jullie allemaal een fijne nachtrust. Toedeloekes. En een fijne dag als je het op een ander moment kijkt. En ja. Ik ben nog steeds heel blij. Maar morgen weer naar huis. Maar goed. Jullie weten dat ik er morgenavond niet ben voor de live. Maar de vrijdag erop weer wel. Dus nogmaals, toedeloekes en tot ziens. Thank you.